Hele goede middag mensen, welkom bij dit webinar. Hallo, ik ben Etienne van der Leur. Ik werk als psycholoog en testontwikkelaar bij Telepsy. Ik ga jullie vandaag een webinar geven over een aantal mooie onderdelen van de DSM-5 en het verwijsmodel achter onze telescreen. Mocht dit voor jullie vandaag de eerste keer zijn, nou, hoe werkt een webinar? Een webinar is een soort van online presentatie waarbij je uitleg krijgt over verschillende facetten. In dit geval is het over de DSM-5. Er bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit gaat door middel van de chat. Dus je kunt gewoon vragen stellen tijdens de webinar en dan komen we aan het einde van de webinar komen we hier dan op terug. Mocht er tussendoor problemen zijn, bijvoorbeeld met geluid of met beeld, laat ons dat weten, dan kunnen we er iets mee doen, ook tijdens de webinar. Mocht het niet je eerste webinar zijn van Telepsy, welkom terug. Fijn dat jullie er weer zijn. Laten we vandaag kijken naar de mooie onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben. Ik noemde ze net al even kort. We gaan het vandaag hebben als eerste over de disruptieve impulsbeheersing en gedragsstoornissen. Daarna gaan we door naar de middelgerelateerde en verslavingsstoornissen. Vervolgens gaan we naar het alternatieve DSM-model voor persoonlijkheidsstoornissen. En we gaan vandaag afsluiten met het verwijsmodel achter de telescreen. Het zijn een aantal hele leuke onderwerpen die we hebben. Dus laten we daar maar meteen al mee beginnen. We beginnen met de disruptieve impulsbeheersings- en gedragsstoornissen. Het is eigenlijk een categorie die nieuw is in de DSM. En het bestaat uit stoornissen die voorheen in andere categorieën stonden. Bepaalde stoornissen stonden met name genoemd in de stoornissen die voor het eerst in de kinderleeftijd worden gediagnosticeerd of zuigelingenleeftijd. En zoals bijvoorbeeld een oppositionele opstandige stoornis. En andere stoornissen komen weer meer uit de categorie stoornissen in de impulsbeheersing. En die zijn nu allemaal samengevoegd tot een nieuwe categorie. En het kenmerkende van deze categorie is dat mensen met deze stoornissen problemen hebben in de beheersing van hun emoties, gedrag. En die problemen zijn vaak zo ernstig dat mensen daardoor ook met andere mensen in conflict komen, gewelddadig kunnen zijn richting andere mensen of mogelijk tegen bepaalde normen van onze maatschappij ingaan of in contact komen met autoriteitsfiguren. Dus dat is een beetje het kenmerkende van deze categorie. Nou, de eerste in de categorie is de oppositionele opstandige stoornis. Het gaat hierbij om bij mensen die vaak emoties, vaak bozig zijn, prikkelbaar zijn en die ook heel brutaal gedrag kunnen vertonen. En het gedrag moet minimaal 6 maanden plaatsvinden en mag niet alleen voorkomen bij bijvoorbeeld broers of zussen. Dus moet ook en met andere gezinsleden of misschien ook buiten het gezin moet dit gedrag voorkomen. Opvallend is bij deze categorie mensen is dat ze zichzelf niet zien als boos of geïrriteerd of prikkelbaar. Nee, hun boosheid, dat verklaren ze vanuit bijvoorbeeld oneerlijke eisen die een ander aan hun stelt of oneerlijke omstandigheden. Ja, dus het is niet hun schuld dat zij boos zijn, nee. Het is de schuld van de omstandigheden of de mensen om hem heen. Ja. Daarnaast hebben we de periodieke explosieve stoornis. Ja, dat zien mensen die enorme woedebuien kunnen hebben bij de minste krenking of de minste tegenslag heel boos kunnen worden. Maar vaak zakt binnen een half uur ook weer weg. Wat nieuw is bij deze categorie is dat er is een unieke TM bijgekomen. Voorheen mocht je alleen periodieke explosieve stoornis stellen als mensen ernstig gewelddadig werden richting andere mensen, richting dieren of hele dure spullen kapot konden maken. Heel ernstig gedrag. Maar er zijn natuurlijk ook een groep die daar iets onder zit die ook voor heel veel problemen zorgt voor zichzelf en voor een omgeving, maar die voorheen niet geclassificeerd kunnen worden. Vandaar dat de criteria nu zijn uitgebreid. Dus nu heb je ook het A1-criterium is dat nu geworden. Waarbij er ook sprake mag zijn van bijvoorbeeld verbale agressie. Dus schreeuwen, schelden. Of ook geweld richting spullen, mensen of dieren. Waarbij dan geen verwondingen zijn. En dus die mensen kunnen nu ook geclassificeerd worden binnen de periodieke explosieve stoornis. Daarna hebben we de normoverschrijdende gedragsstoornis. Voorheen noemen we dat de gedragsstoornis. En kenmerkend hierbij is dat mensen problemen hebben in de zelfbeheersing van hun gedrag. En daarbij gedrag vertonen waarbij ze andere mensen kunnen schaden. Bijvoorbeeld geweld, seksueel overschrijdend gedrag. Maar denk ook aan dingen stelen of dingen kapot maken. Of dingen in
aansteken, het vuur. En wat we vaak zien is dat deze groep ook een hele hoge comorbiditeit is met andere stoornissen. Vaak zien we dat bijvoorbeeld die oppositionele opstandige stoornis, dat het vaak een voorloper kan zijn van de normoverschrijdende gedragsstoornis, maar dat ook heel veel comorbiditeit is met bijvoorbeeld ADHD. De volgende, en dan komen we eigenlijk bij de groep die uit de stoornis uit de impulsbeheersing komen, zijn de pyromanie. Dus mensen die een drang hebben om brand te stichten, herhaaldelijk brand te stichten, die gefascineerd zijn door vuur. Niet alleen met vuur zelf, maar soms ook met de gevolgen daarvan. Dus mensen kunnen dan bijvoorbeeld behoren tot de vaste kijkers als ergens een brand is. Of mensen kunnen zelfs bij de brandweer gaan, omdat ze zo gefascineerd zijn met brand. Een andere is kleptomanie. Dus mensen die een onweerstaanbare drang hebben om spullen te stelen. Vaak gaat het ook om spullen die niet het gaat niet om het geldelijk belang. Dus een beroepsmatige dief, die heeft geen kleptomanie. Die zou eerder passen misschien bij de normoverschrijdende gedragsstoornis of misschien een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dan zit je veel meer in die hoek. En bij kleptomanie zie je dat mensen spullen stelen om het stelen zelf. Het gaat niet om het geld, het gaat niet om wraak uitoefenen op misschien op de winkelier of op de maatschappij. Die mensen hebben gewoon een drang om spullen te ontvreemden, om spullen te stelen. En daarnaast hebben we, zoals bij iedere categorie, hebben we ook nog de ongespecificeerde disruptieve impulsbeheersings- en andere gedragsstoornis. Dus waarbij we het in het midden laten waarom iemand niet voldoet aan een van de andere specifieke stoornissen. En we hebben natuurlijk ook nog de andere gespecificeerde disruptieve impulsbeheersing en andere gedragsstoornis. Dus voelt iemand net niet aan de criteria van een van de specifieke stoornissen. Kun je bijvoorbeeld voorstellen dat je iemand hebt met een periodieke explosieve stoornis, die dan net niet voldoet aan de frequentie van de woedeaanvallen. Nou, dan zou je bij hem kunnen spreken over een andere gespecificeerde disruptieve impulsbeheersings- en andere gedragsstoornis. Daarnaast hebben we nog de ongespecificeerde disruptieve impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen. En daarbij laten we dus in het midden waarom iemand niet voldoet aan een van de andere stoornissen. Dus even resumerend, hebben we de oppositionele opstandige stoornis. Hebben we mensen vaak boos gedrag vertonen, brutaal gedrag, conflict zoeken met mensen buiten het gezin of buiten de broers en zussen om. We hebben de periodieke explosieve stoornis. Waar mensen woedeaanvallen kunnen vertonen op hele kleine krenkingen, op hele kleine alledaagse gebeurtenissen. De normoverschrijdende gedragsstoornis. Waarbij mensen heel veel gedrag vertonen waarbij ze tegen maatschappelijke normen ingaan, de veiligheid van anderen in geding kunnen brengen. Daarnaast hebben we pyromanie. Dus mensen die gefascineerd zijn met vuur, herhaaldelijk vuur stichten. Kleptomanie. Mensen die herhaaldelijk spullen ontvreemden. We hebben de andere en we hebben de ongespecificeerde disruptieve impulsbeheersings- en andere gedragsstoornis. Dus dan hebben we die mooi rond. En dan kunnen we ook gaan kijken naar de volgende categorie. En de volgende categorie, dat gaat over de middelgerelateerde en verslavingsstoornissen. Nou, hier is een grote verandering plaatsgevonden. Namelijk dat voorheen hadden we misbruik en afhankelijkheid. Dat onderscheid is dat tegenwoordig niet meer. Ze zijn samengevoegd tot stoornissen in het gebruik. Bijvoorbeeld soms in het gebruik van alcohol of soms in cannabisgebruik. Maar er wordt geen onderscheid gemaakt meer tussen bijvoorbeeld cannabismisbruik en cannabisafhankelijkheid. Daarnaast hebben we nog een aantal veranderingen plaatsgevonden in criteria zelf. Bijvoorbeeld een criterium over het in contact komen met politie of justitie. Dat hebben ze verwijderd uit de huidige DSM. En een nieuw criterium is een criterium van craving, ook wel hunkering genoemd in het Nederlands. Waar gaat het over? Is dat er in het brein een bepaalde verandering heeft plaatsgevonden op neurologisch niveau. Waardoor mensen, ook al zijn ze volledig afgekeken, ook al zijn ze volledig van het middel af, nog steeds een bepaalde craving of hunkering kunnen hebben naar het middel. Vaak zien we dat dat wordt getriggerd doordat ze weer in contact komen met mensen met wie ze hebben gebruikt, of misschien een situatie die hun laat denken aan ook situaties waarin ze voorheen hebben gebruikt. En dat zijn de grote veranderingen in de stoornis in gebruik. Daarnaast zien we ook dat criteria ook heel erg zijn toegespitst op de verschillende stoornissen. Bijvoorbeeld bij de meeste stoornissen staat ook een
criteria beschreven over een onttrekkingsverschijnselen. Maar er zijn ook bepaalde middelen, bijvoorbeeld hallucinogenen zoals ecstasy, waarbij dat niet bekend is of niet algemeen wordt gezien, dus er ook niet bij is opgenomen. En stoornis in gebruik kan precies bij iedere middel worden geclassificeerd in de DSM, wat in de DSM beschreven staat, behalve bij cafeïne. Ja. En als we kijken naar waar ze dat nu uit bestaan, dan gaat het eigenlijk om vier hoofdgroepen. Het gaat om beperkte controle, dus mensen die langer gebruiken dan ze willen, meer gebruiken dan ze willen, pogingen hebben gedaan om het middel af te bouwen, maar niet succesvol waren. We hebben ook sociale beperkingen, zoals we zien dat mensen vrienden gaan afzeggen, hobby's gaan opgeven, of misschien op een bepaald moment zelfs werk gaan opgeven, omdat ze met het middel gebruiken of van het middel aan het herstellen zijn. En we hebben ook risicogebruik. Dus mensen die bijvoorbeeld onder invloed van alcohol achter het stuur kruipen of zware apparatuur gaan bedienen. Of mensen die misschien weten dat bepaalde lichamelijke klachten in stand worden gehouden of erger worden doordat ze het middel gebruiken. Denk bijvoorbeeld iemand die al bepaalde leverschade heeft en desondanks nog steeds doordringt met in de wetenschap van de gevolgen. En de farmacologische criteria. Dus mensen die steeds meer van hetzelfde middel nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken, of mensen die onttrekkingsverschijnselen krijgen als ze stoppen met het gebruik van het middel of minder. En dus je ziet eigenlijk, als we kijken naar de criteria, gaat het eigenlijk allemaal om bijvoorbeeld gedragsmatige, psychologische, sociale, maar ook fysieke symptomen, en waar eigenlijk blijkt dat de persoon er hinder van ondervindt, maar desondanks nog steeds doorgaat met het gebruik van het middel. Nou, naast de stoornis in het gebruik, nog één korte aanvulling op stoornis in gebruik, wat ook nog anders is voor ik het vergeet. Voorheen hadden we bijvoorbeeld zoiets als in vroege volledige remissie. Dat betekent dat iemand langer dan een maand, maar korter dan 12 maanden, niet meer voldeed aan de criteria van bijvoorbeeld afhankelijkheid. Dat is tegenwoordig iets anders. Tegenwoordig moet er minimaal sprake zijn van 3 maanden. Dus tussen de 3 en de 12 maanden voordat er gesproken mag worden van bijvoorbeeld vroege volledige remissie. En dat nieuwe criterium, die craving, die mag er altijd zijn. Voorheen mocht dat aan geen enkel criterium worden voldaan, tegenwoordig wel, maar enkel en alleen aan craving zelf, of hunkering, zoals we het in Nederland zouden noemen. Goed, we hebben met jullie naar gekeken naar de andere stoornissen. We hebben bijvoorbeeld intoxicatie, dat is een middelspecifiek reactie. Denk bijvoorbeeld bij alcohol, mensen lallend kunnen gaan praten of een onwankele gang kunnen krijgen, een beetje kunnen zwabberen tijdens het lopen. Of bij cafeïne, dat mensen bijvoorbeeld heel opgewonden kunnen raken of slecht kunnen slapen. Het belangrijke hierbij is dat het middel, of de reactie, bepaalde psychisch lijden moet veroorzaken, ongepast moet zijn. Of dat een reactie moet zijn op van het middel op het centrale zenuwstelsel. Dus mensen die bijvoorbeeld die onzekere gang hebben, dat zou dan bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen zijn van een effect dat het middel heeft op het centrale zenuwstelsel. Daarnaast hebben we ook het onttrekkingssyndroom. Wat we daarmee bedoelen is dat mensen die bijvoorbeeld langere tijd of heel intensief een middel hebben gebruikt, bepaalde onttrekkingssymptomen gaan vertonen als zij het middel minder gebruiken of proberen af te bouwen. Denk bij alcohol bijvoorbeeld aan mensen die opeens kunnen gaan zweten of misselijk kunnen gaan worden of opeens angsten kunnen vertonen. Maar ook bij bijvoorbeeld cafeïne kan dat ook. Mensen kunnen zich dan soms zenuwachtig gaan voelen of soms zelfs griepachtige verschijnselen gaan vertonen. Dus dat zijn allemaal onttrekkingssymptomen die er dan bij horen. Net zoals bij de andere stoornisgroepen kunnen we hier ook spreken over een ongespecificeerde middel gerelateerde stoornis. Dus dan benoemen we niet waarom iemand niet specifiek voldoet aan een van de andere criteria. En daarnaast hebben we nog eentje, ik moest mezelf ook weer even opzoeken, de persisterende perceptiestoornis door een hallucinogeen. Wat we hierbij zien is dat mensen een hallucinogeen tot zich hebben genomen en nadat het middel is uitgewerkt en dagen of weken daarna nog steeds bepaalde na-effecten hebben. Nog steeds bijvoorbeeld bepaalde geometrische objecten zien, bepaalde kleurflitsen zien, bepaalde nabewegingen kunnen zien en die die ook bepaalde lijdensdruk met zich meebrengen. En vaak zien we dat dit gebeurt als mensen LSD hebben gebruikt.
En als laatste hebben we nog de gokstoornis. En die stond vroeger ook in de impulsbeheersingen. Die is nu gekaderd binnen deze categorie. En bij de gokstoornis gaat het erom dat mensen herhaaldelijk met gokken bezig zijn. Ook in die mate dat ze daardoor lijden gaan ondervinden. Hè. Het zijn mensen die misschien wel met hun carrière op het spel gaan zetten. Of hun gezin, of hun hobby's, of andere belangrijke dingen. En ze kunnen volledig geobsedeerd zijn met gokken. En gokken wordt dan vaak ingezet als een coping. Voelen ze zich goed? Gaan ze gokken? Voelen ze zich slecht? Gaan ze vergokken? Dus dat is de gokstoornis. Dus even resumerend. We kunnen een stoornis in het gebruik hebben. Dat is wat we vroeger misbruik of afhankelijkheid noemden. Dat is nu één grote categorie geworden. We kunnen intoxicatie hebben. Mensen die onder invloed zijn van een middel. We kunnen onttrekkingssyndroom hebben. Dus mensen die zich onttrekken, bepaalde onttrekkingsverschijnselen vertonen nadat ze gebruik van een bepaald middel minder of volledig stoppen. En we kunnen het ongespecificeerd laten waarom iemand niet voldoet aan de criteria van een bepaalde middelgebonden stoornis. En we hebben nog de hele specifieke, zoals persisterende perceptiestoornis door een hallucinogeen en ook een gokstoornis. Dus daarmee hebben we dan de middelgerelateerde en verslavingsstoornissen besproken. Dan wil ik met u gaan kijken naar het alternatieve model van de DSM-5 voor de persoonlijkheidsstoornissen. Ik kan voorstellen dat de eerste vraag is van, is het nou een model wat het huidige model vervangt? Nee, dat is het niet. Het is toegevoegd, zodat zorgverleners er alvast mee kunnen werken, dat ze mee kunnen proberen, maar het is nog niet de vervanging van het huidige DSM-5 model. Dus de DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen zoals ze nu erin staan, zijn ze eigenlijk zoals u ze gewend bent. We hebben een kleine aanpassing gehad in de naamgeving. Bijvoorbeeld ontwijkende persoonlijkheidsstoornis is een vermijdende persoonlijkheidsstoornis geworden. De theatrale is een histrionische geworden en een dogmatische persoonlijkheidsstoornis. De obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis is vervangen door de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Maar inhoudelijk zijn er verder geen aanpassingen in gemaakt. Ik wil met jullie gaan kijken naar dit nieuwe model. Dit heeft ook een iets wat andere indeling van de persoonlijkheidsstoornissen. Het zijn er in dit geval maar 6, in plaats van 9 die we bij het normale model hebben. Het alternatieve model hanteert bijvoorbeeld de antisociale persoonlijkheidsstoornis, de borderline persoonlijkheidsstoornis, de narcistische persoonlijkheidsstoornis, de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, de vermijdende persoonlijkheidsstoornis en de schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Mocht iemand nou niet voldoen aan de criteria van een van die persoonlijkheidsstoornissen, dan kan er ook gesproken worden over een trek gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis, waar we bijvoorbeeld verschillende trekken uit de verschillende persoonlijkheidsstoornissen combineren om tot een persoonlijkheidsstoornis te komen. Nou, hoe zijn die persoonlijkheidsstoornissen nou opgebouwd? Ik wil met jullie eerst even gaan kijken naar het criterium A. En het criterium A gaat over het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren. En dat is heel anders dan we eigenlijk gewend zijn. Dat persoonlijkheidsfunctioneren bestaat uit een aantal elementen. Het bestaat uit 2 elementen, het zelf en het interpersoonlijke vlak. Nou, het zelf is opgebouwd uit de identiteit. Dus wie ben je als persoon? Heb je een goed ontwikkeld zelfbeeld? Denk je goed over jezelf? En daaronder heb je ook de zelfsturing. Van, is de persoon in staat om doelen te stellen op de korte termijn, op de lange termijn en zich daaraan te conformeren, dus daarvoor te motiveren en daarvoor in te zetten. Daarnaast hebben we op het interpersoonlijke vlak ten eerste de empathie. Dus ben ik in staat om me te verplaatsen in andere mensen, in hun gedachtes, in hun gevoelens, maar ben ik ook in staat om bijvoorbeeld een standpunt waar ik het zelf helemaal niet mee eens ben, om dat te verdragen, kan ik er iets mee? En op het interpersoonlijke vlak ook de intimiteit. En dus de intimiteit van, heb ik überhaupt de wens om intieme relaties aan te gaan en kan ik ze onderhouden? En bij deze dimensie is het niet zo dat het iets is wat aan of uitstaat. Het zijn echt niveaus. En op niveau 0 wordt er vanuit gegaan dat het gaat om adaptief, goed aangepast functioneren. Zoals bijvoorbeeld kijken bij het zelf. Zou het dan gaan om mensen met een goed ontwikkeld gevoel van zelf. Goed afgegrensd denken over anderen, mensen die misschien ook positieve gevoelens uit hun zelfbeeld kunnen ontlenen. En mensen die bijvoorbeeld ook een breed scala aan emoties kunnen verdragen en kunnen reguleren. Terwijl op het laagste niveau, of niveau 4 wordt dat dan genoemd, dus het niveau met de zwaarste klachten, zien we er eigenlijk het tegenovergestelde van. En iemand misschien met
Als we kijken op het niveau van het zelf, van de identiteit, zou iemand zijn met eigenlijk een zwak of vervormd gevoel van identiteit, of iemand die misschien zijn identiteit volledig ontleent aan anderen, of misschien een vijandige reactie is op mensen die om hem heen staan, of mensen die helemaal niet in staat zijn om verschillende emoties tot te verdragen, te reguleren, of hele emoties vertonen die eigenlijk helemaal niet passen bij de context of wat de persoon voelt of denkt. En zo is dat bij iedere persoonlijkheid soms weer even ietsjes anders. Naast het A-criterium hebben we ook het B-criterium. En het gaat over de pathologische karaktertrekken. Binnen de DSM-5, bij een alternatieve model, zijn er 25 trekken gekozen. Die zijn allemaal te verdelen binnen 5 domeinen. De domeinen zijn negatieve affectiviteit, afstandelijkheid versus toenadering zoeken, antagonisme, ongeremdheid en psychoticisme. En op basis van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderzoek, klinische blik, zijn die 25 trekken waar ik het net over had, zijn gekoppeld aan de verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Het zijn een beetje de trekken zoals u ze misschien ook nu gewend bent in het huidige model. En het fijne is dat er ook naast de trekken die bij iedere persoonlijkheidsstoornis beschreven staan, de eisen, dat je ook andere trekken kunt toevoegen. Bijvoorbeeld bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis bestaat de mogelijkheid om een trek te specificeren over bijvoorbeeld manipulatief leugenachtig gedrag. Dat ook als gezien kan worden bij de narcistische persoonlijkheidsstoornis, zonder dat misschien per se een van de vaste eisen hoeft te zijn. Vervolgens hebben we de criterium C en D. En die gaan erover dat het gedrag, de persoonlijkheidskenmerken, pervasief en stabiel moeten zijn. Het liefst al beginnend in de vroege volwassenheid, adolescentie en eigenlijk het hele leven lang al aanwezig zijn. En dus dit kennen we ook van het huidige model van persoonlijkheidspathologie. En dat is ook zo met criteria E, F en G. En dit gaat over het uitsluiten van alternatieve verklaringen. De kenmerk moet niet beter verklaard kunnen worden door een klinische stoornis, misschien een ontwikkelingsfase of bijvoorbeeld een culturele achtergrond. En dus tot zover de criteria. Ik wil met jullie ook wat concreter gaan maken door even aan de hand van 2 specifieke persoonlijkheidsstoornissen te zien hoe het nou uitziet. Wil ik met jullie beginnen met de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Bij de vermijdende persoonlijkheidsstoornis, als we kijken naar het criterium A, dus het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren, dan zien we op het gebied van identiteit dat de persoon vaak een gering gevoel heeft van eigenwaarde. Ze zien zichzelf als sociaal onbeholpen, dat ze sociaal weinig kunnen, voelen zich vaak minderwaardig tegenover de anderen. Als we kijken naar het aspect van bijvoorbeeld zelfsturing, zien we dat deze mensen zowel onrealistisch hoge eisen kunnen stellen. Alles moet altijd perfect zijn, dus ze mogen nooit een fout maken. Maar ook op het gebied van zelfsturing eigenlijk een onwil hebben om persoonlijke risico's aan te gaan. Ze willen niet iets doen waarbij ze kunnen afgaan. Nou, als we kijken naar het vlak van de empathie, zien we dat op het vlak van empathie ze met name gepreoccupeerd zijn met een vrees voor kritiek en of afwijzing. Ook een hele grote gevoeligheid kunnen tonen voor die kritiek voor afwijzing. Als we kijken op het vlak van intimiteit, dan zien we eigenlijk een beetje het soortgelijk iets terug. Dan zien we dat mensen vaak een bepaalde onwil hebben om betrokken te raken met andere mensen, juist omdat ze bang zijn om afgewezen te worden of uitgelachen te worden of beschaamd te worden. Zo zien we op het gebied van identiteit, dus laag zelfbeeld, sociaal onbeholpen, zelfsturing, hoge eisen, maar niet bereid om risico's te nemen, empathie, gepreoccupeerd met afwijzing. En ook op het vlak van intimiteit zien we ook weer dat mensen heel terughoudend zijn, onwil om betrokken te raken met andere mensen, angst voor beschaamd te worden, mensen belachelijk maken. En ieder van deze aspecten kan dan weer beoordeeld worden op die schaal van 0 tot en met 4. Vanaf niveau 2 is het ook een beetje passend bij de pathologie van een persoonlijkheidsstoornis. Laten we kijken naar de pathologische persoonlijkheidskenmerk, criterium B. Er wordt bijvoorbeeld gespecificeerd dat er sprake moet zijn van een bepaalde ongerustheid, dus intense gevoelens van angst in reactie op bijvoorbeeld sociale situaties. We zien sociale teruggetrokkenheid, dus dat mensen gereserveerd zijn en zich achterop opstellen of misschien zelfs sociale situaties vermijden,
of gebrek hebben aan het initiatief tot contact. Daarnaast zijn het vaak sprake is van anhedonie. En mensen kunnen niet meer genieten of zoeken niet meer de leuke of plezierige activiteiten op van het leven. En als laatste, als we het zien als criterium, dan moet sprake zijn van vermijding van intimiteit. Dus mensen vermijden hechte of romantische relaties. Hè? Dus ook weer in de dynamiek van angst voor afwijzing. Hè? Dus criterium B bestaat deze uit ongerustheid, sociale teruggetrokkenheid, anhedonie en vermijding van intimiteit. En zo ziet het eruit bij de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Wil ik met jullie ook even gaan kijken naar de borderline persoonlijkheidsstoornis. Dan ziet het er natuurlijk weer net even iets anders uit. Nou, de identiteit bij een borderline persoonlijkheidsstoornis zien we dat er een zwak of slecht ontwikkeld of instabiel zelfbeeld is. En mensen, dat gaat ook vaak gepaard met excessieve zelfkritiek en gevoelens van leegte. En mensen kunnen ook onder stress gaan dissociëren. Dus dat zien we op het vlak van identiteit. Bij de zelfsturing zien we ook weer heel veel instabiliteit terug. Hè? Mensen hebben hele instabiele levensdoelen, hele instabiele waarden en kunnen er zelf ook moeilijk in sturen en het kan heel veranderlijk zijn. Op het vlak van empathie wordt omschreven dat er sprake moet zijn van eigenlijk een beperkt vermogen om de gevoelens van andere mensen echt goed te herkennen in combinatie met een excessieve interpersoonlijke hypersensitiviteit. Dus mensen zijn supergevoelig voor wat er in een persoonlijk contact gebeurt en kunnen van daar ook misschien de verkeerde aannames maken of de verkeerde keuzes maken. Ja, of misschien voelen ze zich getriggerd door iets wat iemand naast hem zegt, wat hen herinnert aan een afwijzing uit het verleden, zonder dat die persoon misschien dat bedoelde. En op het vlak van intimiteit zien we ook weer heel veel instabiliteit, hè? Verlatingsangst, instabiele relaties, die vaak worden gekenmerkt door conflicten, wantrouwen, maar ook weer heel veel echt toenadering zoeken als de persoon dan uiteindelijk weg lijkt te gaan. En zoals we zien, borderline zien we een stuk meer instabiliteit dan vol bij de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Zowel op het gebied van identiteit, slecht ontwikkeld zelfbeeld, instabiel, heel zelfkritisch, zelfsturing, instabiel, doelen, waarden, empathie. Zien we met name dat mensen de gevoelens van anderen niet goed kunnen herkennen. Ook vanuit hun eigen gevoeligheid, eigen hypersensitiviteit en een interpersoonlijk contact. En als laatste de intimiteit. Daarbij zien we ook weer heel veel conflicten in relaties. Heel intens kunnen ook de relaties zijn. Dat kennen we van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Dus kenmerk door wantrouwen, verlatingsangst en instabiliteit. Dat is het A-criterium bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Als we kijken naar het B-criterium, dat is iets uitgebreider dan bij de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Er zijn meer trekken, als het ware. De eerste is emotionele labiliteit. Dus instabiele emotionele ervaringen. Die kunnen opgewekt worden door ervaringen en vaak een buitenpoppeltje lijken als je ze vergelijkt met wat misschien een gemiddelde mens zou hebben. Vaak zien we ook dat er sprake moet zijn van ongerustheid. Dus intense gevoelens van nervositeit. In reactie op bijvoorbeeld interpersoonlijke spanningen, maar ook dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden of dingen die nog in de toekomst gaan komen. Dus heel nerveus, heel onzeker, veel kunnen piekeren over allerlei dingen die gebeurd zijn of die nog komen gaan of die misschien tussen bepaalde personen inspelen. We zien ook een stukje separatieangst. Dus de vrees om gescheiden te worden van belangrijke hechtingsfiguren. Maar ook een angst voor enorme afhankelijkheid van bijvoorbeeld zo'n hechtingsfiguur, hè? Dat ze daarbij ook een stukje autonomie moeten opgeven of gaan opgeven. Daarnaast hebben we het criterium van depressiviteit. Dus bijvoorbeeld frequente gevoelens van verdriet. Dan moet ook moeite hebben om bijvoorbeeld herstellen van somberheid, pessimisme. Ook pessimistisch kijken op het leven. Ook suicidaliteit kan onder het criterium vallen van depressiviteit. Een ander criterium is bijvoorbeeld impulsiviteit. Dus handelen in opwelling zonder echt goed na te denken over wat de gevolgen zijn. Moeite met het uitvoeren van plannen. Maar bijvoorbeeld ook het zelfbeschadigende gedrag van de borderline valt onder dit criterium. Daarnaast hebben we een los criterium dat heet riskant gedrag. Hier gaat het om deelname aan activiteiten die de persoon kunnen schaden. Zonder oog voor de gevolgen. Of dat de persoon dit kan ontkennen dat zij
gedrag vertonen wat riskant is. En als laatste is de vijandigheid. Dus hè, persisterende of frequente uitingen van boosheid of irritatie, die eigenlijk gevolg zijn op iets van blijken van een geringschatting, een kleine geringschatting of een kleine belediging, kunnen al meteen zorgen voor enorme boosheid. Als we even terugkijken naar criterium B, met de borderline persoonlijkheidsstoornis, gaat het om emotionele labiliteit, heel veel ongerustheid, separatieangst, depressiviteit, impulsiviteit, riskant gedrag en vijandigheid. En dus dat is hoe het eruit ziet bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Als ik even kijk, dan hebben we met jullie besproken het A-criterium over niveau van persoonlijkheidsfunctioneren. Dan kun je ook ingeven van goh, hoe hoog zit iemand op de, bijvoorbeeld op het zelf of op de intimiteit. Zit hij op niveau 0, is het adaptief functioneren, of zit hij op niveau 4, waar iemand volledig dysfunctioneert. We hebben het gehad over de pathologische karaktertrekking. En we hebben het gehad over de andere criteria van C tot G, die we eigenlijk al kennen vanuit de huidige persoonlijkheidspathologie. Dat het langdurig aanwezig moet zijn, dat er geen betere verklaring voor moet zijn, et cetera, et cetera. En ik heb jullie ook even een voorproefje gegeven van hoe dat nou specifiek uitziet bij de verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Daarmee hebben we gekeken naar de vermijdende persoonlijkheidsstoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, of in ieder geval leerzaam. Wil ik met jullie gaan kijken naar het verwijsmodel achter de telescreen. En voordat we daar mee beginnen, wil ik wel even iets duidelijk maken. Het verwijsmodel achter de telescreen is niet iets wat wij zelf hebben bedacht. Het verwijsmodel achter de telescreen is gebaseerd op het verwijsmodel wat een aantal jaren geleden is opgesteld door bureau HHM in opdracht van het ministerie van VWS. En daarbij zijn verschillende beroepsverenigingen betrokken. De MVP's zijn dan allebei erbij betrokken. Denk aan de LVH voor de huisartsen en andere veldpartijen zijn betrokken om tot een nieuw verwijsmodel te komen, wat we eigenlijk al allemaal gebruik van maken sinds de komst van de basis GGZ. Nou, het model wordt gekeken naar vijf verschillende criteria. Als we eerst even kijken naar het eerste criterium. Het gaat over de vermoeden van een DSM benoemde stoornis. Dit gaat erover dat als we kijken naar verwijzen naar de GGZ, dat op zijn minst een vermoeden moet zijn van een DSM benoemde stoornis. Er kan ook sprake zijn dat er geen vermoeden is van een DSM benoemde stoornis. Vervolgens gaan we door naar de ernst van de problematiek. Denk aan dat de ernst kan bijvoorbeeld subklinisch zijn. Dat de symptomen nog niet voldoen aan criteria van een bepaald klinisch beeld. Of licht, net wel voldoen aan de criteria van een bepaald klinisch beeld. Of volmatig of ernstig kunnen zijn. Dus de ernst van de problematiek komt met het criterium naar voren. Daarnaast hebben we het criterium van het risico. En het risico moet in heel breed worden gezien. Het kan dus wel een risico zijn, bijvoorbeeld suïcide, psychose, maar ook op andere facetten. Dat iemand bijvoorbeeld zich kan automutileren, dat iemand zichzelf verwaarloost, of misschien zijn gezin, of gewelddadig wordt richting anderen. Dus het risico moet echt heel breed worden gezien. Het is niet alleen suïcide-risico, maar heel breed risico op voor zichzelf, voor de persoon zelf, voor de cliënt, maar ook voor de omgeving daarmee. En dat betekent dat een risico bijvoorbeeld afwezig kan zijn, of laag. Maar dat kan ook sprake zijn van bijvoorbeeld een matig risico. Dus daarbij zie je wel een bepaald risico, bijvoorbeeld voor zelfverwaarlozing of voor automutilatie. Maar er staan er misschien ook nog beschermende factoren tegenover. Denk misschien aan een daginvulling of een goed steunsysteem. Of andere beschermende factoren. En bij een hoog risico, dan is het echt waarschijnlijk dat iemand gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving. Dan hebben we de criteria van complexiteit. Bij complexiteit gaat het over of er sprake is van bepaalde comorbiditeit of complexiteit die gaat interfereren met de behandeling van de hoofddiagnose. Dus als de complexiteit laag is, dan kan er sprake zijn van één stoornis of misschien meerdere stoornissen. Maar waarbij je niet verwacht dat de stoornissen
onderling gaan interfereren tijdens de behandeling. Hè, bij een hoge complexiteit zie je dat er sprake is van bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis of een andere heel complexe stoornis of misschien bepaalde somatische componenten of psychosociale stressoren die zo complex zijn dat daardoor ook een multidisciplinaire behandeling vereist is. En dat is in bedoeling met een hoge complexiteit. En dus meer dan één stoornis is niet per se complex, kan het wel zijn, maar het is ook afhankelijk van de stoornissen die onderling zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk nog het beloop van de klachten. Hè. Klachten kunnen net beginnen, klachten kunnen recidiverend zijn of persisterend. Klachten kunnen chronisch zijn, stabiel of instabiel. Hè, dus dat zijn de vijf criteria naar waar wordt gekeken bij het bepalen van een verwijzing. Wil ik met jullie gaan kijken naar de echelons. Dan ga ik even de structuur aanhouden die het HHM-rapport ook zelf aanhoudt. En daarmee beginnen we dan eigenlijk met de gespecialiseerde GGZ. Zeg maar, wanneer mag je verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ? Nou, wanneer er sprake is dus van een hoog risico, dus een hoog risico dat de persoon zichzelf verwaarloost, misschien hoog risico op decompensatie, hoog risico op gevaar voor misschien gezin of voor andere mensen, of sprake is van hoge complexiteit. Dus denk misschien aan een persoonlijkheidsstoornis die zo uitgesproken is dat het zeker zal, van invloed zal zijn op de behandeling van bijvoorbeeld een klinische stoornis, die het eigenlijk niet mogelijk maakt. Om bijvoorbeeld binnen een kortdurend traject alleen te richten op bepaalde klachten, zonder daarmee misschien ook echt aan de slag te moeten gaan met de persoonlijkheid, de dynamiek die tussen de therapeut en de cliënt speelt. En dat zijn eigenlijk de hoofdcriteria waar wordt gekeken. Dus als er sprake is van hoog risico of een hoge complexiteit, of een behandeling die een multidisciplinaire behandeling vereist, dan denken we al snel aan een specialistisch traject. De volgende die wordt uitgelegd is de huisartszorg met POH GGZ. Wanneer kan je denken aan verwijzen naar een POH GGZ? Nou, wanneer bijvoorbeeld geen sprake is van een DSM benoemde stoornis. Of wanneer je een vermoeden hebt van een DSM benoemde stoornis, maar de symptomen misschien subklinisch zijn en niet voldoende aan een beeld of verlicht zijn. En hierbij is het belangrijk dat bijvoorbeeld het risico laag is, de complexiteit ook afwezig is of heel laag. Of de andere groep waarbij je ook kunt denken aan de verwijzing van de POH zijn mensen met chronisch stabiele problematiek. Mensen die niet crisisgevoelig zijn, mensen met een laag risico hebben. En mensen die misschien al lange tijd aan de GGZ onderhandeling zijn, op een bepaald moment zijn teruggekomen en eens op de zoveel tijd gezien worden door de POH om te kijken of mensen nog stabiel zijn of dat er verandering in heeft plaatsgevonden. Dus dat zijn de twee uitersten, zowel de specialistische als de huisarts met POH GGZ. En wat er tussenin zit, is natuurlijk de basis GGZ. En wil ik ook met jullie even doorlopen hoe deze producten zijn beschreven. We beginnen hiermee met de basis GGZ kort. Het is eigenlijk bedoeld voor mensen met problematiek van lichte ernst. De complexiteit moet laag zijn. Moet sprake zijn van enkelvoudig of lage complexiteit. Dus misschien mag er wel wat. Mag er nog wel andere stoornis naast de hoofddiagnose zijn, of mag misschien ook wel wat problematiek zijn op as 2 of op een van de assen, andere assen. Ja, as hebben we natuurlijk niet meer, maar hij is dan natuurlijk wat ik bedoel. Met as 2 bedoel ik persoonlijkheidsstoornissen, as 3 was de somatische en as 4 was de psychosociale omgevingsfactoren. En die mogen er natuurlijk ook wel zijn, maar ze mogen niet interfereren met de behandeling van de hoofddiagnose. Dan ga ik de volgende twee ga ik even samenpakken. Het gaat om de basis GGZ mild en de basis GGZ intensief. Qua beschrijving lijken ze heel erg op elkaar. Hierbij wordt ook gezegd dat er moet sprake zijn van een lage traumatisch risico. Dus mensen mogen misschien wel wat bepaald risicovol gedrag laten zien, maar er moet dan wel voldoende begrenzing tegenover staan of iets van een beschermende factor. Misschien moet iemand een heel goed steunsysteem hebben of misschien een bepaalde daginvulling hebben waardoor het risico op bepaald gevaarlijk gedrag toch wat ingeperkt. Ook hierbij mag er sprake zijn van bijvoorbeeld een enkelvoudig beeld of lage complexiteit. De klachten moeten ook echt voldoen aan de duur van het beeld.
Verschil is dat bij basisgericht en middel wordt gesproken over matig ernstige klachten. En bij basisintensief wordt gesproken over ernstige klachten. Dus daarop differentiëren wordt gedifferentieerd. Vervolgens hebben we ook de basisgericht chronisch. Dit is eigenlijk bedoeld of ontwikkeld voor mensen met instabiele of stabiele chronische problematiek. Mensen waarbij sprake is van laag tot matig risico. Dus het risico te hoog is. En dan horen deze mensen nog eerder thuis in een specialistisch traject. En we zien dat deze mensen vaak ook een eerdere GGZ-traject achter de rug hebben. Misschien in de basis GGZ of in een specialistisch traject. En wordt er daarna overgesloten naar een chronisch traject. En basis GGZ chronisch, waar ze eens op de zoveel weken worden gezien door een behandelaar. Als laatste hebben we nog het product Humanum. Dus het is een product wat niet door iedereen wordt aangeboden, maar ik wil hem toch even bij benoemen. En dat is eigenlijk ontwikkeld met het idee dat ook bepaalde cliënten die eigenlijk in een specialistisch traject thuis horen, ook daarbuiten gezien kunnen worden. En het is een product wat meer minuten, ik meen tussen de 1300 en de 800 minuten, op de kwalificatie gerekend. En dat geeft wat ruimte om in de basis gezet ook wat specialistische problematiek op te pakken. Nou, we kunnen met jullie gaan kijken hoe dat dan uitziet bij de telescreen. Dan gaan we overstappen van het scherm van mij naar een scherm van het indicatietabblad. Wat jullie hier zien is een telescreen die is ingevuld en hierbij komt een aanpassingsstoornis naar voren. Dus er is sprake van een DSM benoemde stoornis, maar deze wordt helaas niet meer vergoed. Dus onderaan de pagina zien jullie dat er huisartsenzorg met POH GGZ wordt geadviseerd. Dat wil ik dus gaan aanpassen. Wat ik wil gaan doen, is ik wil een stoornis gaan toevoegen. Dus dat kan op basis van een klinische blik. En dan gaan we door middel van het groene plusje gaan we een stoornis toevoegen. U kunt, als u op het plusje hebt gedrukt, kunt u ook het woord bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis kunt u intypen. En dan gaat de applicatie voor u zoeken. Dus u hoeft niet meer naar onder te scrollen. Dat is een relatief nieuwe functie. Maar u kunt ook gewoon intypen en dan geeft de applicatie aan suggesties. Als u erop klikt, wordt de stoornis toegevoegd. En wat we nu zien is dat onderaan de pagina het verwijsadvies is aangepast van huisartsenzorg met POH GGZ naar de basis GGZ. Want er is sprake van een DSM benoemde stoornis. Dat zou bijvoorbeeld een lichte stoornis kunnen zijn, maar met ernstige klachten. Misschien gewoon bij basis intensief. Maar we zien geen complexiteit. We zien niet andere stoornis die per se naast niet complex zijn. We zien geen aanwijzingen voor persoonlijkheidspathologie bij dit dossier. Dus in dit geval adviseert de applicatie basis GGZ. Nou, stel dat we nog iets anders toevoegen, stel dat we een persoonlijkheidsstoornis toevoegen. Dat doen we eigenlijk op exact dezelfde manier als dat we doen met een klinische stoornis. We drukken op een plusje, we typen de naam in van de persoonlijkheidsstoornis die we zoeken. En als we klaar zijn, klikken we op de persoonlijkheidsstoornis en dan wordt deze toegevoegd. Ja. En we zien nu onderaan de pagina dat het advies is aangepast van basis GGZ naar specialistisch. Dus de applicatie denkt met u mee op basis van de stoornissen die er staan. In dit geval wordt er een specialistisch traject geadviseerd omdat op basis van de complexiteit. Er wordt gezegd van we zien een persoonlijkheidsstoornis en voelen dat deze behandeling, dat de persoonlijkheidsstoornis gaat interfereren met de behandeling van de klinische stoornis in dit geval. En adviseren daarom een specialistisch traject. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld gedacht wordt aan een multidisciplinaire behandeling. Denk bijvoorbeeld aan ADHD of een bipolaire stoornis. Waarbij iemand misschien daarnaast de normale gesprekstherapie ook gezien moet worden door een psychiater of een SPV'er. Ook in het kader van medicatie of misschien wat dagelijkse begeleiding. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn dat de applicatie een specialistisch traject adviseert. Een vraag die ik vaak krijg is, ben ik nou verplicht om het advies daarop te volgen? Stel dat er nu een specialist traject wordt geadviseerd, ik heb iemand met een paniekstoornis en een persoonlijkheidsstoornis, ben ik per se verplicht om altijd het zwaarste echelon op te volgen? Dat is iets waar bijvoorbeeld het rapport ook expliciet uitspraak over doet. Nee, het is niet per se nodig om het zwaarste echelon te volgen. Het kan ook dat u kunt volstaan met zorg uit een lager echelon. En dat is het voorbeeld van die cliënt die ik net had. Stel dat iemand heeft waarbij u denkt van, goh, die persoonlijkheidsstoornis, ja, die is er.
Maar ik verwacht niet dat het gaat interfereren met de behandeling van de klinische stoornis, van de paniekstoornis. En dan kunt u ook volstaan om met de behandeling binnen de basis GGZ. Als iemand een hele gekaderde hulpvraag heeft, dan kan dat. Want dat kan natuurlijk niet bij iedereen. Dus daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat u gewoon altijd uw eigen klinische blik blijft gebruiken. Het instrument, maar ook zo'n verwijsmodel, is natuurlijk een ondersteuning, een hulpmiddel voor u om uw werk te kunnen doen. Nou, voordat we doorgaan met de vragen, wil ik ook op attenderen dat wij een blog bijhouden die dieper ingaat op de wijzigingen aan de DSM-5. Het is altijd leuk om dat nog even terug te lezen. Daarnaast zijn er nog meerdere webinars die wij houden. Dus we houden webinars over de applicatie, vragenlijsten, tests, ook over het gebruik van online oefeningen. Dus echt een applicatietraining van hoe werkt de applicatie. Daarnaast hebben we nog andere webinars. We hebben op 1 en 8 februari ook om 12 uur een webinar over Miro en hun zelfhulpmodules. En 6 en 27 maart hebben we ook om 12 uur een webinar over onze eigen depressiemodules. Dus we gaan jullie uitleggen hoe een depressiemodule van Therapie werkt, hoe je die kunt inzetten. Wil je hem volledig inzetten of wilt u verschillende modules daarvan inzetten? Dus dat zijn de volgende webinars. Van mijn collega heb ik een lijst gekregen met vragen. Even kijken. De vraag is, geldt dit ook voor de Telescreen Junior adviezen? Ja, het geldt ook voor de Telescreen Junior adviezen. Dus ook bij de Telescreen Junior is een verwijsmodel ingebouwd op basis van criteria van HHM. Waarbij dan wordt gekeken naar een bepaalde complexiteit. Dus bijvoorbeeld, tot zien dat bij een bepaalde angststoornis vaak wordt gedacht aan een basis GGZ-verwijzing, maar als komen we te sprake van ADHD, dan zal de applicatie eerder een specialistisch GGZ-traject adviseren. De Telescreen Junior is er nog niet in DSM-5 voor, maar die komt er wel aan. Mocht u nu nog een vraag binnenvallen, we zullen een aantal minuten nog hier op de chat aanwezig blijven om eventuele vragen te beantwoorden die jullie hebben. Ik hoop dat jullie vandaag een leuk webinar hebben gehad. Bedankt voor jullie tijd. En dan wil ik jullie verder nog een prettige werkdag wensen.